Ze hebben er zin in, de Maasbreefse kinderen van basisschool De Violier. Ze traden woensdag in Ittervoort op voor Koningin Maxima tijdens Samen Door 2018. Een dag met muziek in alle facetten en bedoeld voor iedereen die bezig is met meer muziek in de klas in Limburg. Dit is een project waar Maxima erevoorzitter van is. Wij hebben een muziekproject en gaan we samen liedjes zingen met allemaal klassen uit Nederland volgens mij. En we hebben een paar liedjes die hebben we allemaal ingestudeerd. En sommige klassen hebben zelf één of twee liedjes. En die gaan ze dan ook zelf proberen in 5 minuten te doen. En hoe vind je het nou om voor Maxima op te treden? Heel erg spannend, want ja, het komt maar één keer in je leven voor. Dus ja, dat is gewoon heel spannend. Ja, lekker samen. Meer muziek in de klas wil dat meer scholen aandacht besteden aan muziekonderwijs. Nog even oefenen met het Pabo-koor, de Philharmonie Zuid-Nederland en andere kinderen voordat de koningin komt. In de Adams Muziekcentrale werd een convenant getekend dat ervoor moet zorgen dat vanaf 2020 alle basisschoolleerlingen in Limburg muziekonderwijs krijgen op school. In Maasbree gebeurt dit dus al in samenwerking met de jeugdfanfare. Een van de voorbeelden in Limburg volgens Meer Muziek in de Klas, dat werd beloond met een optreden voor de koningin. We werken samen om meer muziek in de klas te krijgen. Kinderen komen in aanraking met muziek in de klas. Dan kunnen ze proeflessen doen bij de vereniging. Daar leren ze spelen op een instrument. Dat instrument nemen ze weer mee in de klas. Daarmee ondersteunen ze projecten in de klas. En zoals vandaag te zien was, doen we ook een aantal leuke gezamenlijke uitvoeringen. Om zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken. En we hebben dan een gezamenlijk uitgangspunt en dat is dat wij plezier voorop stellen en dat we zoveel mogelijk alles ook door de kinderen zelf laten doen. Dus we proberen de kinderen te stimuleren om zelf de muziek uit te zoeken, om concerten zelf te presenteren, om flyers te maken, mee te denken over wat leuke activiteiten zijn.
Dus in die zin proberen we eigenlijk op allerlei manieren voor en door de jeugd de muziek zowel binnenschool als ook buitenschool te stimuleren. Nou, zoals Christel al vertelde, voor en door kinderen, zo gaat het ook bij ons. En zo ben ik er eigenlijk ook bij terechtgekomen. Als jeugdlid begonnen met spelen en zo langzaam een beetje mee met de organisatie helpen. En zo heb ik dan in het project meegeholpen zodat de jeugdvervaren de basisschoolkinderen zou begeleiden. Heb jij nou zelf ook muziekles gehad? Ja, ik ben eigenlijk ook met dit programma begonnen door de muzieklessen die op de basisschool verzorgd werden. En daardoor enthousiast geworden over het muziek maken en zo langzaamaan erin gerold. Wat wij ook zien is dat kinderen, zeker door de manier waarop wij het aanbieden, kunnen groeien in hun zelfvertrouwen. Ze worden heel serieus genomen, ze zijn sociaal bezig, luisteren naar elkaar, krijgen ook echt een rol en een taak in het mee organiseren, meedenken. Ja, en dan zien we dat kinderen zich daardoor eigenlijk op alle fronten heel erg goed ontwikkelen. En ik denk dat dat alleen maar goed is voor de kinderen zelf, voor de ouders, voor de gemeenschap. Eigenlijk voor iedereen. Dus dat is voor ons wel de drive om door te gaan met de manier van muziek maken en muziek stimuleren zoals we het nu doen. Kijk, want we hebben ook een speciaal tweede koor uit Maasbree van basisschool De Violier. Dat zijn de kids in het gele t-shirtje. En hiervoor dus de jeugdfanfare uit Maasbree, Sint Alden Gondis. En zij spelen samen, dus de basisschool en de jeugdfanfare, de volgende stukken. Perom Pompom en Stranangland. Zie ik dat goed, Sue? Wat betekent het project? Wat houdt het project in? Meer muziek in de klas? Meer muziek in de klas en dan specifiek meer muziek in de klas lokaal houdt in dat wij aan het kijken zijn dat alle kinderen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen, goed muziekonderwijs krijgen en met de lokale verbindingen die wij tot stand proberen te brengen in het hele land maken de partijen die daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn ook dat ze het verantwoordelijkheid nemen. Vandaag in Limburg samen door. Belangrijke dag voor u? Een heel fijne dag, want we komen echt met Rob Proto uit Zevenaar. Want daar is vanochtend al een convenant getekend. En nu vandaag hier in Limburg, dus van binnen hebben we meteen feest hier. En het klinkt echt fantastisch. Ik ben een gelukkig mens vandaag, zeker weten. Maar nu de rest van de week.